Vera, koers met twee gezichten voor jou volgens mij. Vandaag? Ja, zeker. Het leek te gaan lukken solo. Maar 400 meter voor de finish ongeveer helaas teruggepakt door het peloton. Maar het maakte gelukkig heel veel goed dat Christine en Maaike 1 en 2 werden. Dus, ja, dat was wel een verrassing, denk ik, of niet? Ja, ja, dat was wel een verrassing natuurlijk. Want het zijn niet echt de favoriete massasputters van het peloton. Christine die sput altijd heel kort, maar die heeft nog niet gewonnen in massasprints. Dus ja, goed, dat was een hele leuke, aangename verrassing. Dus dat maakte het wel heel goed dat ik, dat ik zelf mijn solo niet bekroond zag. Vond je er zelf van eigenlijk, van die wedstrijd vandaag? Het is niet echt een heel mooi rondje, vind ik persoonlijk. Zijn ploeggenootjes het mee eens. We vonden het niet echt heel spectaculair. En het was ook eigenlijk te kort, de wedstrijd. Het is een 1.1 status, maar die moet toch wel langer zijn dan 80 kilometer, vind ik. En ik vond het rondje niet zo heel leuk. Ja, misschien als ik had gewonnen, had ik het misschien fantastisch gevonden. Nee, ik denk dan nog steeds niet. Maar het had van ons wel wat langer gemogen. Ja.